Het personeel van de afdeling vervoer van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft vandaag een prikactie gevoerd. De werknemers zijn namelijk ontevreden over een brief die zij hebben ontvangen van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Hierin wordt het personeel onder andere gevraagd om bepaalde financiële opdrachten over te dragen aan het ministerie van OWTNC. Guno Sabayo, voorzitter van de Bond Personeel, ministerie van Onderwijs, BPMO, zegt dat de werknemers zich zorgen maken over hun rechtspositie. Volgens hem lijkt het erop alsof deze mensen overgeheveld zullen worden naar het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Hij benadrukt dat het personeel van de afdeling vervoer nu in paniek is. Omdat ze zien, zeg, als ze die werkzaamheden zullen uitvoeren, dat zij niet weten waar ze staan. Terwijl ze nu in de periode zijn van registratie van studenten die met het schoolvervoer naar school moeten. Moeten ze al het werk doen en dan straks blootzitten, want ze weten niet wat eigenlijk gaande is. Want er is op geen enkel moment hearings met ze gehouden van wil je overgaan of weet je, dat een samenwerking zou ook zijn met OW. Er is niets gebeurd. En patsboom krijg je een brief met opdrachten die naar OW moeten gaan. En het mooie of het vervelende ervan is dat van het ministerie van OW mensen van de interne controle OW interne zaken hier willen doen op het ministerie van Onderwijs. Terwijl onderwijs ook een interne controle heeft. Als er misstanden zijn, laat het weten. Dan gaat de interne controle van onderwijs opdracht krijgen om die misstanden te onderzoeken. Eventueel verder te sturen door te geleiden naar KLAT. Om dan verder justitiële onderzoeken te doen als er dingen verkeerd gaan. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Sabayo vraagt zich af waarom juist de financiële zaken van deze afdeling moeten overgaan naar openbare werken. Hij stelt dat deze opdracht van OW alleen voor achteruitgang zorgt op deze afdeling. Onderwijs, technische diensten met name, heeft een kernfunctie. En zo is het vastgelegd bij de nieuwe ontwikkeling van FISO. Hier zijn er kernfuncties. Ga je ze uithollen, wat gebeurt er? Dan ga je die ambtenaar moeten degraderen. Want ze doen het werk dan niet meer, toch? Terwijl dat in hun beschikking is komen te staan dat ze dat werk doen. En op basis daarvan krijgen ze hun salaris. Maar ga je die functie nu uithollen? En niet alleen dat je de functionarissen van de afdeling vervoer hun functie uithollen. Je holt zelfs het systeem uit. Want de taken van de OD gaan ook naar OW. En nota bene door een interne controle van OW van een ander ministerie. Ik begrijp het ook niet, maar wij hebben gevraagd aan het personeel het werk te hervatten. We schorten de acties op, want de minister, zowel de directeur van onderwijs, zijn momenteel uit landen. Guno Sabayo, voorzitter van de Bond Personeel MINOC. Volgens hem maken werknemers van de afdeling vervoer van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zich zorgen over hun rechtspositie. Minister Robert Pneu is momenteel uitlandig en dit is dan ook de reden waarom het personeel de prikactie van vandaag heeft opgeschort.